In deze video laat ik jullie mijn eindwerk zien. Dit eindwerk is vervaardigd uit aluminium, staal en plexiglas. De onderdelen heb ik niet gemaakt met een 3D-printer, maar met deze machines. In deze video laat ik jullie heel het bouwproces zien van het begin tot het einde. Dus blijf zeker kijken. Maar, wat is het ratel- en palmechanisme eigenlijk? Een pal is een onderdeel van een mechanisme om de draairichting van een as vast te houden. En de toepassingen ervan zijn een ratelsleutel en een ratelkabel. Eerst heb ik elk onderdeel getekend en daarna samengevoegd in een assembly, de samenstelling dus. Toen ik zag dat alle onderdelen perfect in elkaar pasten, was het tijd om een prototype te maken. Dit deed ik met mijn 3D-printer. Ik ga jullie laten zien hoe het tandwiel gemaakt is. Ik was eerst begonnen met het ruwe stuk de dikte te geven van het tandwiel. Dit deed ik met de conventionele draaibank. Toen de cilinder de juiste afmetingen gekregen had, kon ik deze programmeren met HSM. Hier kun je een simulatie zien van hoe de CNC-freesmachine het werkstuk zal gaan frezen. Toen ik de G-code doorgestuurd had naar de CNC-freesmachine, konden de gleuven van het tandwiel gefreesd worden. Hierna moesten enkel de tanden er nog in komen. Dit deed ik ook met de CNC, maar dit keer installeerde ik een vierde as. Hiermee kon ik het tandwiel laten draaien, zodat de tanden makkelijker gefreesd konden worden. Toen ook de tanden gefreesd waren, was het tandwiel helemaal klaar. Dan zie je hier alle onderdelen die ik zelf gemaakt heb. Deze kon ik dan in elkaar zetten met behulp van bouten en pinnen. En dan is dit het eindresultaat. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.